Dag dames en heren. Het was vandaag een mooie zonnige dag met maxima tot 18 graden. Wel, de komende dagen zullen we daar opnieuw een paar graden mogen bijtellen. Nu vanavond en vannacht blijft het droog, quasi helder weer ook. Hier en daar misschien is een sluierwolk en minima tussen plus 1 en plus 7 graden. En morgen uiteindelijk veel zonneschijn. Hier en daar is wat sluierbewolking, net als komende nacht. En ook trouwens hier en daar ook vandaag. En de temperaturen, ja, die zijn weer aan de zachte kant, hè, tot 22 graden in België. Dus we gaan er nog een paar graden bij doen. In Nederland iets frisser, zeker in het noorden. Dat komt omdat de wind daar uit het noordoosten waait. Heeft toch wel zijn invloed door die koude Noordzee. Met temperaturen tussen 11 en 16 graden in het noorden. Midden-Nederland tussen 17 en 20 graden. En Zuid-Nederland zit rond 22 graden morgen, dus dat ziet er alweer prima uit. En ook de dag daarna blijft het goed. Heel veel zonneschijn op vrijdag met maxima die opnieuw zeer uiteenlopend zijn. In België gemiddeld rond 20, 21 graden. Langs de Franse grens kan het tot 23 graden warm zijn op vrijdag. In Nederland toch wat minder warm, met in het noorden amper 8 tot 11 graden. Midden-Nederland zit zo rond een 16, 17 graden. En het zuiden van Nederland zal ongeveer ook rond die 20, 21 graden zitten. Dus grote contrasten en dat blijft een beetje zo in het weekend. Hè. Als we kijken naar de Waddeneilanden, 10 graden, terwijl we lokaal 24 graden zullen registreren zaterdag in Limburg. Dus toch wel grote contrasten. Wat het weer betreft zelf, wel op zaterdag in Nederland droog, met in het noorden zelfs heel veel zonneschijn. Maar in het zuiden, dus in België dan vooral, ja, verwachten we toch zeker langs de Franse grens lokaal een paar buien. Mogelijk dat daar wat onweer bij zit, maar de weermodellen zijn het er echt wel nog niet over eens of het überhaupt zelfs tot een paar buien zal komen in de Benelux op zaterdag. Maar als er dus een paar vallen, de grootste kans daarop voor de gebieden langs de Franse grens. En zoals gezegd, Nederland, daar verwacht ik eigenlijk dat het ook op zaterdag zal droog blijven. En trouwens ook op zondag daar sowieso droog weer. Voor België zondag in de Ardennen misschien nog een lokale bui, maar elders ook droog. Met redelijk wat zonneschijn en temperaturen die weer een klein beetje achteruit gaan. Geen 24 graden meer, maar lokaal nog een 22 graden. Dus dat ziet er prima uit, ook op zondag. Dus al bij al mogen we echt niet klagen, denk ik, met deze mooie vooruitzichten opnieuw. Het overzicht ziet er dus goed uit, met enkel zaterdag lokaal een bui langs de Franse grens. Maar zoals gezegd, nog heel wat onduidelijkheid daarover. De andere dagen, vrijdag en zondag, blijft het droog met maxima rond 20 graden of misschien net een tikkeltje meer. En daarna gaan we een paar graden moeten prijsgeven, maar het blijft toch wel zacht met maxima van gemiddeld 17 of 18 graden. En daarbij hoeven we zeker en vast niet veel neerslag te verwachten. Enkel zaterdag en ja, heel lokaal nog zondag een lokale bui. En de grootste kans, ik herhaal het nogmaals, dus voor de Franse grens. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van dit videoweerbericht. Ik verwacht zaterdag opnieuw een weerbericht op deze manier. Ook de komende woensdag, volgende week zal dat zo zijn. En misschien ten vroegste dat we dan de zaterdag daarop naar een normaal weerbericht opnieuw gaan. Met mij dus in beeld uiteindelijk. Maar dat is dus nog niet voor meteen. Hè. Dat wil ik wel even duidelijk maken. Maar goed, we gaan er het beste van maken. Ik wens u alvast nog een heel fijne avond toe. En dan zien wij elkaar dus zaterdag terug voor een nieuw weerbericht. Heel graag, tot dan.